Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ja, een weekvlog. Mega lang geleden dat ik een weekvlog heb gedaan. Maar ik dacht, ja, het is gewoon lekker vakantie. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker een weekvlog doen. Ik heb geen idee waarom. Had ik gewoon zin in. Ik sta wel net op het punt om weg te gaan. Want ik ga namelijk met Iris iets in de stad eten. Maar ik neem gewoon mijn camera mee. En ik ben gisteren teruggekomen van vakantie. Maar ziet er echt niet uit. En ja, we gaan gewoon even iets in de stad eten. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker vloggen en ik neem jullie mee. Ik zou het super leuk vinden als je alvast een blauw duimpje omhoog doet op deze video. Tuurlijk, meis. Even kijken. We moeten wel even scherp stellen. Niet zo op die puin, namelijk. Oké, we lopen nu in de stad. Ik ben al vandaag begonnen. Dus je mag wel zeggen dat we nu in de stad zijn. Nou, we zijn nu in de stad. Nee, ik vind dat zo raar. Je kan het wel weer verwijderen, toch? Ja. Hoe moet je dat zeggen dan? Oké. Ik doe het zo meteen. Mijn lens is een beetje wazig. Oké, we hebben net even wat gedronken in de stad. En we gaan nu lekker eten. En waar gaan we eten, schat? Mijn zwijgen in Leiden. Ik heb gehoord dat het wel lekker is. Dus daar gaan we nu eten. Goedemiddag. Het is vandaag... welke dag? Donderdag. En ik had echt een week geleden dat ik voor het laatst gefilmd. Maar dit wordt een soort van weekvlog van een paar random dagen. Want ik heb niet genoeg beeldmateriaal om de hele dag te filmen. Maar ik ben herenigd met Demi. Hoi. Hi. En hoe heet het? Ik had allemaal pakketjes gekregen. Ik had heel veel kleren gekregen. Die ga ik zo even laten zien. En daar zat ook deze ketting bij. Die heeft Demi ook. Ja. En ik had een Stelton-box ontvangen. En ik ga even kijken wat erin zit. Want Demi heeft hem al opengemaakt. Oké, ga je het laten zien? En er zat een heel lief persoonlijk kaartje bij. Oh ja, Stelton Box is zo'n box met 5 make-up producten. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En er zit, even kijken, wat zit er? Deze nagellak. Deze roze nagellak. Wil je ook de prijzen erbij? Of moet dat niet? Nee, hoeft niet. Ik zal het misschien in beeld zetten. Maar die box is €12,50. Oh, maar dat nagellakje is al €13. Oh ja. En een eyeliner potloodje. Deze blauwe. Maar ik denk niet dat ik deze ga gebruiken. Maar die kan ik aan mijn moeder geven. Even kijken. Lipstick. Is dit een liquid lipstick? Ja. Van het merk Sugar. Deze zit erin. En wat zat er nog meer? Zit er nog 5 dingen in? 3. Oh, en er zit een voetenmasker in. Maar deze wil ik wel echt proberen. Hoeveel zit er in dan? 1 of 2? Nou, ik denk 2 voor allebei. Ik bedoel dat het samen kan doen. Wat is dat andere dan? Ja, een lip plumper. Wat dan? Perfect. Is het een kleur? Wacht, ik ga hem opdoen. Hou eens vast, dit ding. Straks zijn je lippen zo. Wat moet ik vasthouden? Camera? It's your boy Bram Belt. Oh. Ik ga even deze proberen op te doen. Oh ja. Zo, nu filmpje. Nou, we staan vandaag met Bram. Demi hier. Dit ga je echt niet doen. Ik doe een op de microfoon. Alles goed, Bram? Hoe doe je? Heb je wat gevonden? Je bent ook bezig, jongen. Je ziet er helemaal niks. Ik doe nooit zo filmen. Je ziet er wel erg goed uit vandaag, zeg. Dat was de eigen vlog. Ja, je filmt. Je kan toch beter het schermpje even omhoog doen. Dat kan ook, ja. Zo. Niet je vinger op de microfoon doen. Ja. Zo, ik zie er echt niet uit. Oké, Demi en ik zijn in Den Haag. Als het goed is, hebben jullie net wat domme beelden gezien van Justin. Maar we zitten weer in de Bershka en Demi is even kleding aan het passen. En het is nu 4:30 en ik heb net iets bij de Sarah gekocht. Ja, laat hè? Dacht ik ook. En dan gaan we zo meteen weer met de scooter naar huis, want Demi heeft gereden op de scooter. Zo'n make-up maat. Ziet er echt niet uit. En ik ga thuis even laten zien welke kleren ik allemaal had ontvangen en zo. En ik had wel die Stelton box al laten zien. Oké, ik ben weer thuis met Demi. En wij gaan even frituren in de airfryer. Dus dat is eigenlijk geen frituren, maar dat maakt niet uit. En oh ja, dit shirtje heb ik vandaag gekocht. Hij is van de Zara. Ik moet het echt opnemen, want ik wil er niet op. Dat wil je niet. Die staat er al op, dus dat is pech voor jou. Ik moet het opnieuw. Nee, ik ga echt niet nog een keer dit verhaal lullen. Oké, okay, en ja, dat was het dan weer alweer. En doei, tot morgen. Oké, goedemorgen. Het is vandaag maandag 14 augustus. En ik heb vandaag mijn Engels examen. Jee. Want ik had mijn examen in het derde tijdvak. Omdat ik
die herkansing had ik niet gemaakt, want ik had toen een Nederlandse herkansing. En het examen, het is dus een staatsexamen, het is in Amsterdam. Dus wij gaan nu naar Amsterdam rijden. En dan ga ik mijn examen maken en ik ben echt heel, heel erg zenuwachtig. Oké, het is nu 10 voor 1. En ik moet om... Oh, 10 voor 1, ja. En om 1 uur moet ik naar binnen, want dan moet ik me melden. Omdat ik heb tijdverlenging, dus dan moet je allemaal extra dingetjes doen. En ik ben echt heel erg zenuwachtig. Goedemiddag, het is vandaag alweer dinsdag. Hoeveel augustus? Geen idee. En ik heb jullie eigenlijk helemaal niet laten weten hoe Engels is gegaan. Want ik liet jullie weten dat ik naartoe ging. Of dat ik naar binnen ging of zo. Alleen, ja, ik was dus super zenuwachtig. En het examen ging denk ik wel goed. Sommige teksten waren erg lastig, maar ik durf er echt nooit wat over te zeggen. Want ik ben bang als ik dan ga zeggen, ja, het is super goed gegaan. Dan ben ik sowieso teleurgesteld als ik het niet heb gehaald. Maar ik krijg over 10 dagen de uitslag. En ja, dan kan ik alsnog een HAVO-diploma hebben. En anders moet ik een jaartje over gaan doen. Maar ik ben gewoon echt super zenuwachtig. En ik hoop zo erg dat ik het heb gehaald. Maar ik weet het echt niet. Maar ik heb morgen nog een andere toets voor mijn opleiding. Dus ik ga nu even voor die toets leren. En dan zie ik jullie misschien zo meteen weer. Ik heb ook geen idee hoe lang deze vlog duurt. Want dit is de meest rommelige vlog ooit. Goedemiddag, het is vandaag. Welke dag is het? Zondag. En ja, deze weekvlog is zo random. Denk wel de randomste weekvlog ooit. Maar ik heb vandaag niet zoveel gedaan. Ik heb me wel opgemaakt. En de oplader van mijn laptop is net stuk gegaan. Echt heel erg rot. Dus ik moet een nieuwe oplader gaan bestellen. Want anders kan ik ook geen video's editen. Maar ja, no problem. Want ik heb helemaal geen video's opgenomen. Ik op vakantie, maar... Ik vind vloggen echt super leuk. Maar ik heb gewoon geen inspiratie voor andere video's. Dus dat is ook een beetje de reden waarom er geen andere video's online zijn gekomen. Ik ga wel proberen en gewoon mijn best doen. En wanneer ik een leuk idee heb, ga ik dat ook gelijk filmen. Alleen nu ben ik gewoon niet zo, heb ik gewoon niet zoveel inspiratie. Maar ik zag dat ik nog van deze Japanse snoepdingen zat. En ik wil dit zo graag proberen. Ik weet, ik ben echt een klein kind. Dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon lekker filmen. En ik ga dit gewoon opnemen. Gewoon in deze weekvlog. En ik wil ook nog wat dingen vertellen. Dus dan doe ik dat er lekker bij. Mijn haar is ook echt verschrikkelijk. En ik lijk wel een lijk. Maar I don't care. Oké, het is vandaag, welke datum eigenlijk? 20 augustus. En vrijdag krijg ik mijn examenuitslag. Eindelijk. Ik ga die dag ook filmen. Dus dat kan je allemaal verwachten op mijn kanaal. En ja, ik weet het gewoon echt niet. Ik weet echt niet of ik ben geslaagd of gezakt. En Janet heeft de gebruiksaanwijzing doorge... Ik haat mezelf. Maar ik ben er echt mega zenuwachtig over. Maar ja, gaat helemaal goed komen. Anders heb ik een tussenjaar. Is ook leuk. Wat erin zit. Een geel zakje, een blauw zakje, een groen zakje, een rood zakje. Dit, dit. En dit. Wat ga ik als eerste doen? Dit moet je als eerste uithalen. Dus dit gaan we even eruit ploepen. Zo. Oh, een dolfijn. Wat leuk. Zo. En een boot. En een walvis. En een vork. Yes. En een muzieknoot. Hartstikke leuk. Stap 2. Doe het groene zakje. Oh, kut. Moet het groene zakje moet ik hierin doen. Bij het sterretje. Dat gaan we doen. Hoezo moet er geen water bij? Eeuw, dat voelt echt vies. Volgens mij moet er water bij, maar I don't know. Het staat er niet op en ik kan geen Chinees of Japans lezen. Hier een zakje en die moet hierin. Yay, ik snap het niet. Oh, I'm back. Mijn camera was ook nog eens leeg. En nu moet ik die kleurtjes overal in doen. Moet dat gele zakje moet ik daar... Oké, okay, nou, dat komt wel goed. Dus ik knip eerst het blauwe zakje open. Die moet ik in één zo'n dingetje doen. Yay. En dan het gele zakje. Maar wat ik dus wilde vragen. Als jullie leuke ideeën hebben voor video's, laat het zeker achter in de comments. Het is ook allemaal een beetje chaotisch, want ik krijg dus vrijdag de uitslag van mijn examen. Alleen, dan zou ik dus die maandag al moeten beginnen met mijn nieuwe opleiding. Dus ik weet helemaal niet of ik mijn opleidingen zo ga doen. Want ik weet dus nog helemaal niet of
ik ben geslaagd. Die kleurtjes er allemaal in gedaan en ik heb zo'n raar dingetje gekregen. Dus nu ga ik in dat pakje water, pak even dit zo. Oh, wat is dit raar. Leuk. En dan in allemaal. Zo, in oranje. Zo. Is zo cool. Dit is echt leuk, joh. Ik ga het echt vaker doen. Oké, nou, nu zitten al die kleurtjes erin. Laat het alsjeblieft niet vallen. Je ziet er helemaal niks van. Ga ik een klein beetje roeren. Zo, dit ruikt naar kleurstof. Dus echt niet te doen. Blauw, geel en rood. En daar kunnen we dan andere kleuren mee maken. Natuurlijk ben ik heel erg goed in het mengen van kleuren. Dus ja, dit gaat nog wat worden. Ik weet echt niet als je kleuren mengt welke kleur alles wordt, maar oké. Ik ga eerst paars maken en dat doe ik dan door blauw en rood met elkaar te doen. Ik zal het wel even filmen, dat is wel leuk, hè. Oké, dus dan pak ik een beetje blauw. En die doe ik dan hierin. En een beetje rood. Zo. Oh, mislukt. Nou, dit is dus de paars geworden. Heel mooi. En dan nu doe ik een beetje rood. Zo. En een beetje geel. Oh. En wat wordt dat dan? Oranje of zo. Nou, hartstikke mooi. Huppakee. Dan een beetje blauw. En een beetje geel. Fantastisch dit. Nou, misschien klinkt het nu heel dom, maar ik heb echt geen idee welke kleur ik nog meer kan maken. Dus we gaan beginnen. Oké, hij zit helemaal vol met allemaal kleuren. Je ziet er echt helemaal niks van. En we gaan beginnen met een mooie dolfijn. Ja, dus die ga ik er maar in leggen. Dan moet ik hem helemaal zo naar de bodem duwen. Het is wel leuk als ik dit film eigenlijk. Nou, ik heb die dolfijn erin geduwd. En dan moet ik volgens mij gewoon zo doen. En dan moet ik hem volgens mij gewoon inkleuren. Wauw. Dan heb ik zo een beetje paars erbij. Oh, het lijkt nu gewoon helemaal blauw. Perfect. Nou, dan moest je dit zo... En dan kan je dit er weer uithalen of zo. Geen idee. Oké, ik heb die dolfijn eruit gehaald, zo... Volgens mij kan je hem er nu gelijk uitduwen en dan heb je een gummy iets of zo. Geen idee. Ik ga het proberen. Het voelt in ieder geval echt heel erg ranzig. Oh, ja. Alles breekt. Oké, de staart is er af. Dus hij is overleden, maar de rest is er nog. Nou ja, hij is toch best oké gelukt voor de eerste keer. Beautyblogger. Focus. Ja, dit is de dolfijn. Hij heeft alleen geen staart meer. Zullen we hem gaan eten? Ja, ik proef het wel. Het lijkt net op zand te eten. Oké, dit is echt niet lekker. We gaan een nieuw maken. Oké, de boot is er. Waarom stelt hij niet scherp? En ik ga hem nu opeten en daarna is dit feestje er voorbij. Oh, het is zo vies. Dat is ook het einde van de weekvlog. Als je het leuk vond, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!